U bent uit Spanje hier naartoe gekomen. Hoe kwam u daarbij? Verspoch ging naar Spanje om mensen te contacteren. Verspoch al norte, goede lasse, van werken, schilde en timmerman. Had u geen werk of wilde u echt naar Nederland? Nou, ik had in Spanje een vaste band. Maar ik was verloofd met mijn vrouw en ik wou trouwen. Ik zei, nou, een jaar, mooi, ga die een jaar weg. Ik spaar goede centen en dan kon ik weer terug. Maar ik bevat mij tot deze moment, bevat mij zo goed. Dat je aan mij verloofd gezegd, nou, wat vind jij om in Nederland te komen? Ik zei, nou, ik weet niet hoe in Nederland is, maar moet jij zelf weten. Dus in deze vakantie die ik naar Spanje ging, ging ik trouwen en mijn vrouw is teruggekomen en zo. Wat deed u hier in deze hal? Onze functie was als aftekenaar. Wij puzzelen de hele tekening en wij maken op ware lente. Bijvoorbeeld, dat is een kegel. Wij moeten bepalen de eindepunt en dan gaan we bepalen hoe lang is dit. De omtrek. Dus zulke dingen moeten wij zelf bepalen. Oké, dat is ook een verspoor op Curaçao. Wij maken voor de hele wereld vaten voor de chemische industrie. Voor de Arabische landen, voor die was voor Curaçao. Was u daarbij? Nee, ik was toch niet in Nederland. Want er staat boven trots op werkspoor. Dat bent u volgens mij ook wel. Ja, voor. Ik ben het trots, ja. De longstrook, toen werd betaald per 14 dagen. Van cash, hè? Ja. Hier stonden de lassers en de bankwerkers en de plaatwerkers, die stonden hier. Die gebouwen die daar zien staan, daar stonden wij. Ja. Dat waren de aftekenaars. Hoeveel mensen werkten hier in de hal? Nou, zeker een 200, zeer zeker. Ja. En daar reken ik niet bij wat in de tekenkamer zat. Hè. Die zat boven, de werkvoorbereiding zat boven, op één hoog. Mm-hmm. Boven, twee hoog zat de tekenkamer. Mm-hmm. En dan had je nog kantoren van de directie. Hè. Die zaten aan de voorkant. En aan de achterkant, achter, daar zat dat eigenlijk weer een stuk personeelsbeleid. Ja. We zijn overgekomen hier met 200 man uit Amsterdam vandaan. Toen zei de directie hier, er zijn 200 rode honden. Jullie kwamen uit Amsterdam en namen er, zeg maar, die linkse beweging mee hier in Utrecht. Ja, want 50% was gereformeerd of katholiek die mee kwam uit Amsterdam. Maar ze waren volgens de directie ook rood. Zag je dat verschil zelf ook dan? Of was het gewoon meer... Nee, helemaal niet. Het was een grote solidariteit onder de mensen. En dat moet je ook doen. En dat ging ook verschillen die er waren in de beloning. Want de directie die stelde dus vast, die krijgt er geld bij of die krijgt er geld bij. En dan zagen wij, nou, dat heb je aardig gedaan, maar je hebt er een paar vergeten. Hè? En die moet er ook bij. En dan gingen wij naar de bak. Want het was ook wel een heel sociaal bedrijf, hè? Ja, heel sociaal. Heel sociaal. Waar merkt u dat aan? Nou, gelukkig heb je een baas gehad, je hebt nog geen ander gehad. Maar in de loop van die tijd, toch is weer iets veranderd, niet ver. Maar ik ben toen afgekeurd, ik heb niet meer gewerkt. Maar als je hoorde wat nu gebeurt, dan vind ik dat ik er gelukkig ben geweest. Met die bar die hij gaat. Hoi, Manuel. Hallo, Gerard. Hoi, jongen. Het is een tijd geleden, hè, dat we elkaar gezien hebben. Hè? Ik denk dat de laatste keer was hier bij Harweg heen. Want u kwam dan in 59 en op een gegeven moment hebben jullie elkaar ontmoet. Kan u zich dat nog herinneren? Ja, ik ben één. Ik ben in juni 61 begonnen te werken. Ja. En toen waren bijna een jaar in Utrecht. Jij kwam, ik verstond jou niet, jij verstond mij niet. Maar we kwamen gewoon uit de voeten. Een beetje hoor, als je een tekening voor je hebt liggen. Mooi, hier heb je de tekening. Ga je gaan. Met en dan zei ik enkel tegen iedereen hoor, die kwam, zei ik, jongens.
aftekenen en zo. Van onder naar boven de lijn uitzetten. En van links naar rechts. En van bovenaf controleren. En vanaf rechts.